Oké, welkom terug. Vandaag gaan we verder met het hoofd. Zoals je ziet is het eindresultaat dat we deze les gaan doen. En dan gaan we volgende week gaan we daar weer verder op doorbeduren. Zo even de looppolyversie zien. Zie je met de polygonen. Nou, laten we direct beginnen. Ik pak de beginversie erbij. Nu wil ik dan je eigen versie erbij pakken met de ogen. Als het goed is zijn jullie na vorige week hier geëindigd. En laten we daarmee verder gaan. Dus ik pak mijn, selecteer mijn oog en druk weer op 1 om weer in dat low poly versie te gaan, die hoeken gaan vormen. En dan ga ik weer naar mijn front view. Dus ik druk een spatiebalk, linkermuisknop, Maya. En ik wil naar mijn front view. En dan gaan we eigenlijk weer precies hetzelfde doen wat we de hele tijd gedaan hebben. We gaan weer rechts klikken op ons model. We klikken op Edge of we selecteren Edge. Vervolgens selecteren we eerst deze twee edges, de zijkant van de oog. Vervolgens gaan we naar Edit Mesh, Extrude. Kijk ook nog even dat deze Keep Faces Together aangevinkt is. Als het niet zo is, vink hem dan aan. Vervolgens drukken we op Extrude. We klikken even op een balletje hier om naar Local Mode te gaan. En we slepen naar binnen toe. In één keer. En dan willen we dus zorgen dat deze lijn een mooie rechte lijn vormt. We zorgen dat we dan pakken dit vierkantje hier, scale tool, en schalen, zodat hij het middelste vierkantje hier overlapt. En vervolgens trekken we het weer naar binnen toe, zodat de polygonen, de faces elkaar overlappen, bijna overlappen. Vervolgens klikken we weer op rechts en we gaan naar vertex mode. En vervolgens selecteren we deze drie vertices. En wat we vorige keer ook gedaan hebben is naar de absolute mode gaan hier. En ik zal hem even uit. Dus als je hem niet ziet, kijk even bij je render tools. Je ziet als het goed is de render tools hier. En als het goed is staat er een pijltje achter je. Als je daarop klikt, dan krijg je dus een value. Ja, dan kan je values invullen in de x, y en z positie. En we willen op de x zorgen dat hij op 0 komt. Dus we willen dat deze vertices op de 0 positie komen in de x. Dus in de lengte. Dus we klikken dus in de box van X en we drukken vullen 0 in en we drukken op Enter. En je ziet onze vertices worden naar het midden verplaatst. Is dat bij jou niet het geval, probeer dan gewoon zo dicht mogelijk de faces tegen elkaar aan te zetten. En dat gaan we later, als we straks helemaal klaar zijn met het hoofd, gaan we dit mergen en dan komt die scene niet meer terug. Goed, op dit moment gaan we dus eerst de vertices verplaatsen. Dus we verplaatsen een beetje de vertices over ons model. En vervolgens gaan we weer extruden. Pakken de edge en dan pakken we de onderste edge hier van de neus. Voordat we dat gaan doen, we gaan natuurlijk eerst even naar de vertice mode. We pakken deze vertices en we gaan even naar onze left view. Dus we gaan naar Maya of naar de right view. Naar de right view en vervolgens pakken we die vertices en die willen we naar voren trekken. En dan gaan we dus weer het hoofd traceren. Dus we zorgen gewoon dat de vertices op de rand van onze neus komen. Dan kunnen we deze vertices nog een beetje verplaatsen. En zo blijf je eigenlijk constant bezig. En als je een keer een fout doet, kan je altijd nog later terug. En als je verder al in een model bent, kun je altijd nog weer teruggaan om een vertice te verplaatsen als het nodig is. Dus niks staat vast. Met dat gedaan, we gaan dus weer naar de front view. Nu gaan we weer naar edge mode. We pakken dus die onderste edge. En we gaan weer naar extrude. Dus edit mesh, extrude. Ik ga weer naar local mode. Ik sleep naar beneden. En nu ga ik eerst een paar faces creëren. Dus ik druk weer op G. Of ik ga weer naar Edit Mesh en Extrude. Ik ga weer naar Local Mode. Trek het weer naar beneden. Ik ga nog een keer extruden. En dan wil ik nog één keer extruden. Tot de neus, de neusbol.
We hebben gewoon naar één axis hebben we ook getrokken. Ik heb alleen de y-as gepakt om naar beneden te trekken. En nu gaan we dus in de left view gaan we deze vertices weer verplaatsen. Ik wil natuurlijk tijdens dat ik ze verplaats ook de front view weer zien. Dus ik druk één keer spatie, zodat we weer in onze quad view komen. Mocht dat bij jou niet het geval zijn, klik dan even op het icoontje hier, zodat je de quad view weer krijgt. En vervolgens slepen we weer, zoals we de vorige les gedaan hebben, slepen we de twee viewports naar boven toe, zodat we de front view hebben en de side view hebben. Op dit moment ga ik weer naar de vertices mode. En dan gaan we dus de vertices weer aanpassen naar het model. Dus deze vertex. Even het goede model selecteren. Gaan we in onze left view kijken, onze right view, en die slepen dus naar voren. En zo traceer je als het ware gewoon de neus. Je pakt die vertice, de volgende vertice in de rij, sleep je naar voren toe. Volgende vertice, sleep je weer naar voren toe. Dan hebben we het puntje van de neus. Die gaan we later nog meer aanpassen. En dan gaan we zorgen dat dit gewoon ongeveer de neus overlapt. Dan hebben we de eerste vertices gedaan, dus dan gaan we naar de tweede rij verder. Die zullen we dichter bij elkaar hebben. Het lijkt nu in de left view dat ze tegen elkaar aankomen, alleen in de front view kijken zien we dat ze niet tegen elkaar aankomen, maar gewoon op één lijn, bijna op één lijn liggen, waardoor ze dus een lichte curve krijgen. Het is heel belangrijk dat je als het ware gewoon ja, deze stap even gewoon nadoet en dan kijkt in je model hoe dat eruit ziet. Dan gaan we de front view nog even een kleine lichte aanpassing doen, omdat we eigenlijk hier het neusgatje hebben, dus dan willen we de polygonen iets meer naar binnen doen. Dan kunnen we hier bij de puntje van een, bij het puntje van de neus kunnen we het weer wat groter maken. Nou, dan hebben we de meeste vertices hebben we dus verplaatst op hun positie. En dan gaan we weer terug naar Edge Mode. En dan gaan we weer extruden om weer nieuwe geometrie te creëren om weer de vorm van je model aan te passen. Dus weer Edge Mode, Edit Mesh, Extrude. Local mode, sleep hem uit en dan sleep ik hem door tot ongeveer waar het lichte balling met je neusvleugel begint. En nu we toch de twee views naast elkaar hebben, kan ik direct in de left view, staan met de middelmuisbut even in druk, kan ik hem direct naar achteren trekken. En we zeiden hier dat het waar de neusvleugel begint, dus ook moeten we die polygoon naar achteren trekken tot waar hier de neusvleugel begint. Dus hij begint hier bij de neusvleugel en hier begint hij bij de neusvleugel. Dus we hebben daar de juiste polygoon geselecteerd, of juiste polygoon geplaatst. Vervolgens gaan we weer extruden. Edit Mesh. Local Mode. Local Mode. Dan slepen we weer uit, zodat we de neusvleugel hier hebben. En we gaan zo meteen de vertices pakken om de neusvleugel wat meer vorm te geven. In de front view of in de left view. Dan wil ik hem een klein beetje naar achter trekken. En de volgende extrusion die we gaan doen, dat is dus bepaald de dikte van de neusvleugel. Dus vervolgens gaan we naar Edit Mesh, Extrude. En dit keer ga ik dus in de left view werken, omdat het makkelijker is. Dus ik trek het naar achteren toe. Tot aan het begin waar de kromming zich bevindt. Waar de curve zich begint, waar de vleugel naar binnen gaat. In de front view trek ik hem een klein beetje naar achteren. Een beetje naar de rechterkant toe, zodat er wel een lichte curve ontstaat. Nou, dan gaan we nog één keer extruden. Eigenlijk drie keer. We gaan één keer extruden tot aan de achterkant waar de neusvleugel eindigt. En dan gaan we in de front view. We willen hem dus naar achteren doen. Als we hem dan een beetje naar beneden trekken, kunnen we hier
kunnen we hier zien waar onze polygoon zich bevindt. En die willen we dus een klein beetje naar achter hebben. Tot waar de neusvleugel zich, waar de vouw van de neusvleugel zich creëert. Nou, dan gaan we nog twee keer extruden. Edit mesh, extrude. Local mode. Die trekken we naar buiten toe. Dan roteren we een klein beetje. Extruden we nog één keer. Edit mesh, of edit mesh, extrude. Local mode. Nog één keer. Trekken we hem door. Zodat hij ongeveer in een parallel zit met, met de andere edge hier. Zodat we dit zo meteen kunnen bridgen. Ga ik rechts klikken, gaan we naar vertices mode en dan gaan we dus de vertices verplaatsen. Zullen we deze hier hebben? Die plaatsen we daar. Deze gaat zich zo connecten hiermee, dus we willen dat deze een klein beetje omhoog komt. Zodat we straks deze twee edges met elkaar kunnen verbinden. En deze twee edges met elkaar kunnen verbinden. Dan ga ik nog in de side view, moet ik mijn neus nog een beetje vormen. Zodat de neusvleugel een beetje naar binnen toe gaat. Nou, dan zien we dat in de left view zien we hier nog een rare streep. Dat zijn de faces die we hier geëxtrude hebben. Die moeten we dus diepte geven nog. Dus selecteren we deze twee vertices. En dan slepen we die naar achteren. En dan kijken we even in ons voormodel. Dat ongeveer in het midden van ons oog staat. En waar ongeveer dus de wang zich bevindt. Dus er zal een kleine lichte curve zijn. Dus we zien dat hier het midden van ons oog is. Dus we willen ongeveer dat als we een beetje de wangcontouren vormen, volgen. Willen we die lijn daar ongeveer hebben. Als ik het kan selecteren. Vervolgens pakken we de tweede rij vertices. En die slepen we dus ook naar achteren. En doen we precies hetzelfde. We willen dat die er eigenlijk de contour hier vormt van het gezicht. Dus ongeveer het einde van het oog. Hier is het einde van het oog in de left view. Dus we willen zorgen dat die dus die faces zich hier bevinden. De vertices. Dan kunnen we daar nog wat vorm aan geven. En dan zijn we klaar met de omtrek van, van de neus. En dan gaan we dingen met elkaar verbinden. Dus we willen zorgen dat we dus deze twee edges met elkaar verbinden en deze twee edges met elkaar verbinden. En die tool hebben we al eerder gebruikt. En die gaan we dus nu weer gebruiken. En dat heet de Bridge Tool. Daarvoor gaan we eerst naar Edge Mode. Selecteren we de edges die we willen verbinden met elkaar. Vervolgens gaan we naar Edit Mesh. Gaan we naar Bridge. En dan gaan we naar de Optiebox. In de opties moet je even duidelijk kijken of de divisions op 0 staan. Standaard staat die volgens mij op 5. Voor deze actie willen wij deze op 0 hebben. Dus je kan met de slider kun je dus bepalen hoeveel divisies hij heeft. Je kunt ook in het vakje hier klikken en daar een bepaalde value aan geven. Dus we willen 0 hebben, 0 divisies. Dus ik druk op 0. Vervolgens druk ik op bridge. Dan zie ik dat daar een connectie gemaakt is tussen die edge en deze edge. Doen we vervolgens met deze edge precies hetzelfde. Edit mesh. En we weten nu dus dat we de instelling al goed hebben gedaan. Dus we kunnen nu op bridge klikken en vervolgens heeft hij onthouden dat wij 0 divisies willen hebben. Nu gaan we de connectie maken naar het oog. Dus als ik nu kijk, hebben we hier 3 edges. En hier met 2 edges. Dus eigenlijk willen we hier kijken of we daar een edge kunnen verwijderen en het boel een beetje kunnen verplaatsen. Dat kunnen we doen, dus we gaan een edge verwijderen. Dus ik dubbelklik op een edge. Of ik selecteer één edge met shift, pak die tweede. Vervolgens ga ik naar Edit Mesh. Dan ga ik naar Delete Edge Vertex. Of Ctrl Delete, of waarschijnlijk op de Mac versie staat daar Command Delete. Vervolgens hebben we die edge verwijderd. Dat willen we de bovenkant willen we dat ook gaan doen. Dus ik selecteer daar ook een edge. Ik doe precies hetzelfde. Edit mesh. Delete edge vertex. En die is ook weg.
Nu moeten we dus weer onze vertices gaan verplaatsen om dus het oogmodel wel weer een goede vorm te geven. Dus daar gaan we nu weer mee bezig. Dan gaan we in vertices mode. En vervolgens gaan we het oog weer verplaatsen. Of de vertices weer verplaatsen om het oog weer een goede kromming te geven. En we willen dus rekening houden dat we dus hier een edge willen hebben en dan hier een edge willen hebben, omdat we dit weer gaan verbinden met elkaar. Nog even verplaatsen. Dan hebben we alles weer een beetje gelijkmatig verdeeld. Met deze nog een beetje naar achteren doen. Nou, als je dat gedaan hebt, ga je nu weer naar edge mode. Ik selecteer die edge, ik selecteer de volgende edge. Ga naar bridge. En vervolgens, we willen bij bridge, gaan we naar optiebox. En we willen daar dus nu twee divisies hebben. Dus je zet deze op 2. En vervolgens druk je bridge. Zodat we hier twee edges tussen hebben. En dat komt zo meteen zodat wij de wang meer vorm kunnen geven. Doe bij de volgende precies hetzelfde. Edge selecteren, edit mesh, optiebox, bridge. Divisies op 2, bridge. En ze zitten aan elkaar vast. Dan gaan we naar vertex mode. Omdat we nu genoeg resolutie hebben. En dat gaan we nu dus weer verplaatsen om daar weer een vorm in te krijgen. Als eerste selecteer ik één vertice. Ik klik één keer daarop. En ik pak een move tool. En wil ik kijken of die vertices aan elkaar zitten. Dat is niet het geval. Dus dat ga ik doen. Ik selecteer deze. Ik maak een sleepselectie. Dus ik klik met links. Met de linkermuisknop klik ik in het venster. En ik maak een sleepselectie over die twee vertices. En vervolgens ga ik naar Edit Mesh. En dan Merge. Dat doe ik bij de onderste twee vertices doe ik precies hetzelfde. Edit Mesh. Merge. En als ik nu één keer op die vertex klik en ik verplaats hem nu, is die verbonden met elkaar. Als ik even de boel ongedaan maak en ik druk nu op 3 voor smooth mode, dan zie ik dat hier nu weinig verandert. Zal ik het alleen maar elkaar vast. Dus je nu ziet, als ik nu in 3 zit, lijkt het dat de resolutie doorloopt. Alleen als ik nu op 3 ga naar smooth mode, zie ik dat doordat deze lijnen niet geconnect zijn met elkaar, zie ik dat hier iets aan de hand is. En dat zijn dus die vertices die los aan elkaar zijn. Dus we kunnen deze vertices selecteren. Edit Mesh. Merge. En dan gaan we even naar de lopende versie, want hij heeft niet mee willen werken. Oké. Edit Mesh. Merge. Sleepselectie, edit mesh, merge. Als we nu 3 drukken, zie je dat die lijnen in één stuk doorlopen. Goed, dan gaan we weer naar, al drukken we weer op 1, gaan we weer naar low poly versie en dan gaan we naar de front view of naar de right view en dan gaan we de vertices een beetje aanpassen om daar een bepaalde, we willen een wang creëren voor ons karakter, voor ons hoofd. Dus we willen de edge flow, willen we met het oog mee laten gaan naar de mond toe. Pakken die vertices. Creëer een soort bolling. Deze vertice kan gewoon naar achteren toe. Die wil ook wat naar achteren hebben om daar wat vorm aan te geven. En zo blijf je constant bezig. Je maakt nu een geometrie door de extruder. Vervolgens pak je die vertices weer. En versleep die weer. Om het model te creëren. In de front view. Dan gaan we in de front view bekijken hoe dat zit. Zodat we een beetje naar achter hebben hier. Nou, dus ook weer die edge flow creëren. Dat er een mooie curve is. Aanwezig is. En hoe beter je deze lijn dus maakt, hoe mooier het natuurlijk in de
high poly versie eruit ziet. Goed. Ziet er goed uit. We gaan verder. We gaan nog weer stukjes invullen dus eigenlijk. Dus nu we hebben hier nog een opening. Dus wat gaan we doen? We gaan weer naar edge mode. Pakken die twee edges. We extruden, edit mesh extrude. Klik op het rondje om locomotor te gaan. Ik sleep ze naar boven. Tot ongeveer onderaan de neus. Als ik nu op 4 druk om in wireframe te gaan, zie ik dat ik hier een vertice heb. Dus ik even op W klik om de move tool. Om uit extrude tool te gaan. En ik zie hier nog die vertice. Dus ik ga nu naar vertex mode. En vervolgens gaan we dus nu weer gebruik maken van de merge vertex tool. Als ik weer 5 druk naar shaded mode ga, zie ik dat ik hier mijn vertice heb. En deze vertex wil ik aan deze vertex welden. Dus ik selecteer die vertex. Edit mesh. Merge vertex tool. Vervolgens klik ik op die vertex met de linker muisknop. Ik hou die muisknop vast. Ik sleep naar die vertex toe waar ik hem heen wil hebben. En vervolgens laat ik de muisknop los. En vervolgens is die vertex zijn aan elkaar geweld. Ik ga weer naar de move tool. En dan plaats ik nog even die vertices hier. Een klein beetje beter. Volgende week gaan we de neus invullen. Nu hebben we nog een stukje hier van de neus dat we nu in gaan vullen. En dan zijn we klaar met deze les. Ga even weer naar Shaded Mode in Right View. Ik wil nu eigenlijk een edge creëren. Dus ik wil weer een edge extruden. En ik wil, dus we kunnen nu gaan extruden, maar ga ik hem bridgen. Dus wat we vaker gedaan hebben, we gaan een bridge. We gaan naar de edge tool, we selecteren de ene edge. Vervolgens selecteer ik deze edge. Begin van de kromming van de neus. En daartoe wil ik een bridge maken. En ik heb dus 1, 2, 3 faces nodig. Dus ik wil 2 divisies hebben. Dus ik ga weer naar Edit Mesh. Bridge, optiebox, 2 divisies. En bridge. Nu gaan we weer naar vertex toe. We willen dus de vertices verplaatsen, want ze staan niet op de juiste positie. Ik ga weer naar Edit Mesh. Merge Vertex Tool. Vervolgens ga ik even naar Wireframe Mode, dus ik druk op 4. Zodat ik mijn vertices hier kan zien. Ik ga even inzoomen. Dus ik zoom in op het gedeelte bij de neus. En ik switch af en toe tussen Shaded Mode en Wireframe Mode door op 4 en 5 te drukken. Dus ik ga even 5. En ik wil dus deze vertex wil ik ergens hierheen hebben als deze lijn volgt. Dus ik ga weer naar Wireframe Mode. En ik weet dus dat ik deze vertex dus naar die vertex wil welden. Dus ik druk op die vertex. Ik klik daarop met links. Sleep hem naar die vertex. Ik zie dat er een lijn ontstaat. Dus ik haal de muisknop los en hij weldt aan die vertex. Dan druk ik Alt in middelmuisknop om te pennen om naar beneden te gaan. Ik ga weer naar Shaded Mode. En ik zie dat ik deze vertex wil welden aan een vertex hier ergens. Dus ik ga weer naar Wireframe. Dus ik wil die vertex, wil ik aan deze vertex welden. Klik weer met links op die muis, op die vertex. Ik sleep naar de andere vertex. Ik zie een lijn ontstaan. Ik laat de muisknop los. En hij weld. En we zien ook in de front view zien we ook dat de vertices geweld zijn aan die andere vertices, dat de faces aan elkaar aangesloten zitten. Vervolgens druk ik weer op W of ik ga naar de move tool. Ik zoom even in. Alt en middelmuisbutton pennen. Ik ga even inzoomen de muiskrol te muiswiel te scrollen. En vervolgens gaan we de faces aanpassen. En ik wil deze face, of deze vertex wil ik nog geweld hebben aan deze vertex. Dus ik ga nog weer even terug naar Edit Mesh. Merge Vertex Tool. Vertex. Sleep. Bam. Zit elkaar vast. Move tool. Pak ik deze vert. Die willen we naar binnen slepen. En dan maak ik nou 1. Ja. Dus die slepen we een beetje naar binnen toe. We willen nog een beetje vormen. Dus
plaatsen de vertices weer tot waar we ze willen hebben. Dan hebben we nog een paar openingen te gaan. Ik ga dat weer door middel van vertices middel van edge bridge doen. Dus ik druk op 5 voor shaded view. Ik ga naar edge mode. Ik selecteer deze edge. Dus je kan hem ook hier selecteren. En vervolgens selecteer ik de edge aan het begin van de neusvleugel. Dus deze. Dus shift vasthouden. Pak de neusvleugel. Ik kijk even of die edges gekleurd zijn. Dat klopt. Ik wil dus nu weer bridgen. We hebben 2 faces nodig. Dus ik wil 1 divisie hebben. Dus we gaan naar edit mesh. Bridge. Optiebox. Divisions. 1. Bridge. Nou. Herhaling weer. We gaan weer naar vertex mode. We willen dus deze vert. We willen dus geweld hebben aan deze vert. Dus edit mesh. Merge vertex tool. Links klik op die vert. Naar die vert. Bam. Geweld. We gaan naar move tool. Vervolgens gaan we de posities weer aanpassen van onze vertices. Om wat meer formaat te geven. En dan hebben we nog 2 plekjes open hier. En dat gaan we door middel van bridges doen. Dus we gaan weer naar edge. Selecteren deze edge. Selecteren de edge aan de onderkant. We willen nu dus geen divisies hebben. Dus we gaan naar edit mesh. Bridge. Optiebox. 0 divisies. 0. Bridge. Vervolgens hebben we nog hier een opening. En als we daar alle 3 edges selecteren. En we gaan naar edit mesh. We gaan naar het mesh en we gaan naar fill hole. Zien we dat deze opening ook gevuld is. En als we dan naar perspective mode gaan, om ons model even in perspectief te bekijken. We gaan even naar object mode, door rechts te klikken op ons model en object mode. Ik druk op 3 voor mijn smooth mode. Om te kijken of alles er ook mooi is. De lijnen ook zich mooi vormen. Het ziet er goed uit. En dan gaan we volgende week gaan we de neus dichtmaken. En gaan we het voorkant van het hoofd. Dus dit gedeelte gaan we proberen af te maken. Dus succes!